Ik ben Peter van der Schouw en ik werk bij Brand Doctors nu bijna 4 jaar. En wat wij doen is, wij zoeken eigenlijk naar het leggen van een duurzame relatie tussen merken en hun klanten. Heel erg vanuit klantinzichten, consumer insights, customer insights. We werken zowel voor consumenten als voor zakelijke markten. Dus je echt in de huid van die klant kruipt. Je ziet bij grote bedrijven, marketingafdeling vaak ver weg doen veel onderzoek, maar ze voelen het niet echt. Dus dat is één deel van de... van onze aanpak. Andere deel is heel erg sterk van wat je merk DNA, waar kom je uit voort, waar sta je voor als merk en hoe kan ik daarvanuit relevant zijn op klantbehoeften. Dus het invullen van klantbehoeften vanuit je merk DNA. Ik ben terechtgekomen. Nou, eigenlijk omdat ik bij Philips in mijn laatste jaar bij Philips in Groningen, DAP. Ja. Daar kregen we heel veel te maken met, dat was mijn tweede periode Philips, veel samenwerking met Sara Lee en met InBev, dus de bierbrouwer. Voor het biertapje van Philips, Perfect Draft en Senseo. Daar heb je natuurlijk over hardware en software combinaties. En daar heb ik eigenlijk kennis gemaakt met het vakgebied conceptontwikkeling. Ja, daar kwam voor mij heel veel samen. Ik was natuurlijk al heel lang, ik zat al de hele tijd. Ik ben begonnen als product designer van Philips, dus echt ontwerp, vormgevend, creatieve kant. En daarna heel veel jaren consumentenonderzoek gedaan voor Philips, Ericsson, Nissan, over de hele wereld. En dat is het. Het snappen van die klant en in het vak conceptontwikkeling komt dat samen. He, je begrijpen wat die klant beweegt en dat koppelen aan wat merken kunnen bieden en daar iets relevants voor maken. En dat is conceptontwikkeling. Dus dat komt op de een of andere manier linker en rechter hersenhelft samen, zeg maar. Dat vind ik ook, daar geloof ik ook heilig in zo'n aanpak. Dus enerzijds doorgronden, logisch nadenken, slim nadenken, maar die klant gaat het jou nooit vertellen, weet je. Dus je moet het snappen, maar je moet zelf de vertaalslag maken. En dat is, dat is natuurlijk ook bij uitstek wat in die studie zit. Enerzijds, het is een technische universiteit, het is een soort geëmbed in een soort van functionele logische wereld, maar die IO-studie, en dat bouw ik denk ook wel, ja, daar gaat ook af en toe schiet het dwars doorheen, want ontwerp is iets integrerends, iets creatiefs, wat al die losse puzzelstukjes oppakt en dat op een nieuwe manier in elkaar legt. En ja, daar geloof ik ook echt heilig in. Die combinatie van linker en rechter hersenhelft, zeg maar. Wat leer je nou in de praktijk? Ja, dat zijn toch dingen als samenwerken. Ja, samenwerken die op de universiteit natuurlijk ook. Met name natuurlijk vanuit die heel erg multidisciplinaire idee. Maar gevoel krijgen voor politiek, voor het proces, voor mensen meekrijgen. Dat is denk ik echt wat je in de praktijk leert. Ja. Dat kan je ook niet op een universiteit leren. En dat is wel belangrijk. Zeker bij grote bedrijven is het natuurlijk, laten we eerlijk zijn, is politiek en mensen enthousiast krijgen en mensen meekrijgen is de helft van het werk. Ik bedoel, goede content is maar een deel. En dat is tegelijkertijd ook wel waarom ik het nu zo leuk vind. Ik werk nu 4 jaar in zo'n kleinere consultancy omgeving. Dan ben je echt gewoon, heb je de luxe om 100% met content bezig te zijn. En bedrijven komen naar ons voor advies op content, op marketingstrategie, merkstrategie, innovatieplatforms, productconcepten. Dus dat is heel plezierig om gewoon fulltime met content bezig te zijn. En dat andere bedrijven dan nog voor betalen ook. Ik heb mijn werk maar gebracht. In mijn eerste jaar bij Philips heb ik over de hele wereld mogen rondkijken bij klanten en in hoofden van klanten en in winkels. Dus ik heb een beetje gevoel gekregen voor consumentengedrag. Overal ter wereld, in allerlei categorieën. Koffiezetapparaat, voedselbereiding, auto's, koffie, bier. Dus het is ontzettend leuk. Het heeft mij ook natuurlijk heel veel voldoening gegeven. Het is leuk om, en dat heeft ook in mijn vorige werk binnen grote bedrijven, heb je eigenlijk ook al een soort van interne consultantfunctie. En het is leuk om mensen vooruit te helpen, mee te denken. Ik kom nu net ook weer een meeting bij de NS. En mensen komen daar zelf aan dingen niet toe. Je kan dingen voor ze op een rij zetten. En dat je er over al die industrieën kijkt, wat we nu doen natuurlijk. In FMCG werken we, in dienstverlening, in durables, in finance, ook overheidsachtige sectoren. Dat kan je aan elkaar knopen. Dus dat is ontzettend leuk. Je ziet wat meer grote lijnen. En, het is leuk om daarmee andere bedrijven weer vooruit te helpen.
mij passie geeft is noodkraken. Dus ingewikkelde vraagstukken waar bedrijven bij ons mee komen. Help ons om te groeien in die markt. Help ons een merk te bouwen. Help ons met een nieuwe productinnovatie. Om dan zo'n categorie in relatief korte tijd je eigen te maken. En dan ook, heb je ook wel de... als buitenstaander heb je ook soms een wat frissere blik. Je kan die connectie leggen met de andere categorie wat ik net al zei. Maar het is heel leuk om dat te doorzien. En dat, nou, dat is echt het gevoel van nood te kraken. Het geeft heel veel voldoening. En ook onderzoekskennis. Vertalen in ideeën, in concepten, in visie, in strategie, die doorvertaling maken. En misschien, als ik heel eerlijk ben, wat me echt het meeste energie geeft, is om dat met andere mensen samen te doen. Dus wij zijn geen bureau die om een advies vraagt en dan komen we na 4 maanden heel veel onderzoek en zo moet je het doen. Wij nemen een bedrijf mee in zo'n proces. Dat is natuurlijk bij uitstek, denk ik, wat je als IO een voorsprong geeft. Want het kunnen schakelen met al die disciplines, dat gaat vanzelf eigenlijk. Dat merk ik ook bij mensen die hier werken met diezelfde achtergrond. Het is leuk om met techneuten te werken, maar ook met finance mensen, logistieke mensen soms, brand managers, product managers. Dat allemaal aan elkaar knopen, dat is heel erg leuk. Het is intensief, maar wel heel erg leuk. Om niet zoveel vakjes te denken. Mensen denken, ik zit op een ontwerpopleiding, dus ik moet ontwerper worden. Maar het mooie van de studie is dat ik zou het ook zo weer doen, dat het een soort integrerend perspectief geeft. Wat ik straks al zei, een beetje logisch nadenken en een beetje creatief. En dat is eigenlijk wel een vrij zeldzame combinatie, dus dat is wel bijzonder. En daar kan je zoveel kanten mee op. En ik denk ook dat, ik ben zelf ook begonnen als ontwerper, omdat ik vond dat ik ontwerper moest zijn. En ik vond het ook heel erg leuk, ik heb het 4 jaar lang met veel plezier gedaan, maar daarna ontwikkel je andere belangstellingen. Ja, die moet je ook gewoon vooral de ruimte geven. En daarbij is, ik heb ook gemerkt bijvoorbeeld de tijd dat ik bij Nissan heb gewerkt, daar is helemaal niet zo belangrijk wat je studeert. Dan kan je een tijdje HR-manager zijn en een tijdje brandmanager. En daarna general management gaan doen. Dat is nog veel meer fluide dan in Nederland. Wat dat betreft nog wel een beetje gokjes denken soms. Want dan moet je gewoon, je hart volgen is een cliché, maar je moet proberen uit te vinden waar je zelf, waar echt jouw kracht ligt. En waar jouw energie ligt, waar je echt het meeste energie van krijgt. En daar ook soms ook heel gevoelsmatig in stappen. Mijn ervaring is dat je daar het meest blij van wordt. Wat ik mee zou willen geven is, blijf je hele leven lang nieuwsgierig. Denk nooit, nu heb ik het wel door. Denken mensen soms, met name als mensen net van de universiteit komen, van ik hoor dit allemaal al te weten. Je hoort nog helemaal niks te weten, het geeft helemaal niet. En je houdt het leukste als je wil blijven leren en je blijft ontwikkelen. En er moet een soort basisnieuwsgierigheid zijn. Goh, hoe werkt dat nou daar weer? Hoe zou het dat bedrijf, of die markt, dat product nou weer in elkaar zitten. En op die manier blijf je scherp. En, want de wereld staat niet stil.